Men mag mij werkelijk in de gevangenis duwen als dit een goed einde heeft. Maar omgekeerd dus ook. Iedere verantwoordelijke publieke gezondheid, medici, noem maar op, die ijveren voor de massale vaccinatie van kinderen, die zouden moeten durven zeggen dat wanneer dit verhaal ongunstig afloopt, dat men hen zonder meer kan opsluiten. Ik heb geen belangenconflicten, maar het is echt van cruciaal belang dat jullie licht opsteken en andere bronnen consulteren dan hetgeen dagelijks op tv en mainstream media jullie wordt voorgeschoteld. In het belang van jullie eigen kinderen. Ja, kijk, we gaan nooit meer van het coronavirus afkomen. Nooit meer? Nooit meer. De wereld gaat echt veranderen. Het wordt echt een andere wereld. We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in de anderhalve meter samenleving. We leven in een bijzondere tijd. De wereld is in transitie en zal nooit meer worden zoals die was. Althans, dat wordt ons verteld. Het nieuwe normaal, social distancing, de anderhalve meter samenleving vanwege een virus. En de oplossing? Een vaccin. Samen met mijn collega reis ik naar België voor antwoorden. Antwoorden op vragen die gesteld moeten worden. Want een jaar na de uitrol van de vaccins zijn we terug bij af. Een lockdown, strengere maatregelen en een schreeuw om boosters omdat de vaccins toch niet zo goed blijken te werken als gehoopt, nu de zoveelste variant, Omicron, het land opnieuw in angst gijzelt. Goedenavond. Als tenminste iedereen een booster neemt. En dat moet, want anders bent u niet genoeg beschermd tegen Omicron. Hoe zit dat nou met die vaccins? Als bijna 90% is gevaccineerd, waarom zitten we dan nog in deze impasse? Ik praat erover met de roemruchte Belgische viroloog en vaccinoloog Dr. Geert van den Bossche. Hij luidde 9 maanden geleden al de noodklok bij de WHO en voorspelde dat massavaccinatie tijdens een pandemie het tegenovergestelde resultaat zal opleveren. En hij kreeg gelijk. Maar ook is hij een groot tegenstander van het vaccineren van kinderen en noemt hij het zelfs een onvergeeflijke zonde. Na deel 1, nu dan deel 2, met dokter Geert van den Bossche over het vaccineren van kinderen. Dag Geert. Komen jullie dan binnen? Ja. Geert, we hebben nu in het eerste gedeelte een heleboel belangrijke zaken besproken om ten eerste jouw deskundigheid te begrijpen, maar ook meer over het virus en hoe de werking daarvan samengaat met vaccinatie. Nu zijn er een hoop ouders die zich natuurlijk grote zorgen maken, omdat overheden proberen te bewerkstelligen dat kindjes nu ook gevaccineerd worden. Jij zei onlangs, het vaccineren van kinderen voor COVID-19 is een onvergeeflijke zonde. Dat is een stevige uitspraak. Kun je dat motiveren? Ja, een onvergeeflijke zonde is dus nog een superlatief, zou misschien een doodzonde zijn, hè, wat men gerust zou kunnen gebruiken. De reden is dat, zoals ik je al zei, het aspect in deze pandemie, dat dus eigenlijk volledig verwaarloosd is geweest, is onze natuurlijke, onze aangeboren immuniteit. Deze aangeboren immuniteit, je moet je goed voorstellen, die is in staat om wanneer je wordt aangevallen door nieuwe ziektekiemen bijvoorbeeld, om die te herkennen en voor een groot gedeelte ook te gaan elimineren. Laat mij zeer duidelijk zijn, voor ik weer bekritiseerd word, dat dit niet werkzaam is tegen alle vormen van pathogenen. Maar bijvoorbeeld het virus waar wij nu mee te maken hebben, is een virus met een envelop. Het heeft een membraan. En het heeft ook op die membraan een aantal suikers. En dus de aangeboren antilichamen die wij hebben, die kunnen bepaalde van die suikers inderdaad herkennen.
Bij andere virussen is dat niet het geval en kunnen we zeer veel minder rekenen op die aangeboren immuniteit op een aantal van dergelijke virussen. Dit is niet alleen SARS-CoV-2, dit zijn alle coronavirussen. Het zijn bijvoorbeeld ook influenzavirussen die dergelijke suikers dragen. Ook het RSV-virus bijvoorbeeld draagt dergelijke suikers. En via die aangeboren antistoffen kunnen we dus een heel gamma, en dit is natuurlijk belangrijk, want hier spreek ik van alle varianten. Ook al komen er nog 2000 nieuwe varianten van het SARS-CoV-2 bij. Ja, want dat is het verhaal. Hè? Ja, maar dit is een nieuw virus. Dit is totaal nieuw. Dit kent het lichaam niet. Dat wordt gezegd. Ja, voilà. Precies daarom ben je als kind, als nieuweling hier op de wereld en blootgesteld aan alle soorten pathogenen, heb je een soort van wapen dat je tegen die bepaalde virussen kan beschermen, die inderdaad vrij onbekend zijn. Vandaar dat deze antistoffen, wij noemen dit polyreactief, zijn polyspecifiek. Zij kunnen verschillende patronen herkennen. Zoals ik zei, ik zie daar een silhouet, een soort patroon. Dus deze antistoffen reageren niet met een bepaald eiwit, maar zij herkennen motieven, zij herkennen een geheel, een repetitief patroon van bepaalde motieven. Je zou kunnen zeggen dat het SARS-CoV-2-virus lijkt op andere coronavirussen en dat snapt het immuunsysteem. Ja, dus deze patronen vind je terug, hoogstwaarschijnlijk ook bij influenza. Het gaat over bepaalde suikers die in een repetitieve formatie voorkomen op de oppervlakte van het virus. En daartegen zijn deze aangeboren antilichamen actief in de zin dat zij die kunnen dus neutraliseren. Vandaar ook dat wij toen de pandemie begon, ja, kinderen werden gewoon helemaal niet. Zelfs alle mensen die in goede gezondheid verkeerden, werden dus En dus er is ten eerste geen enkele reden om kinderen van deze immuniteit te gaan beroven. Waarom zeg ik beroven? Deze uitzending eindigt op YouTube hier. En dat is misschien maar beter ook. Want het moet stoppen met de censuur. Klik op de link onderin en kijk verder vanaf onze website.